Jacques Wallaga, in Nieuwegein. Je hebt net een gloedvol betoog gehouden over de toekomst eigenlijk. Ja. Hoe die volgens jou, gebaseerd op het verleden, zou moeten worden eigenlijk. En er zitten heel veel open eindjes in. Eerste chirurg. En ik vind het mooi, want je inspireert mensen. Je maakt ook wel eens wat los bij mensen, waar ze wat geprikkeld voor raken. Ja. Zou je mij eens kort kunnen meegeven wat de beste les is die we geleerd hebben en moeten gaan toepassen? Nou, ik denk de eerste les is natuurlijk, neem mensen serieus. En ga er altijd van uit dat die ander, die buurtbewoner, de mensen die in een bepaalde beroepsgroep zitten, degene met wie je te maken hebt als gemeente, neem ze serieus. Ga er niet van uit dat omdat jij gekozen bent, of omdat jij wethouder bent, dat je dan uiteindelijk de macht hebt om van alles en nog wat te doen. Maar ga ervan uit dat je mensen moet overtuigen. Want eigenlijk is dat een heel bazaal democratisch ding. Mm-hmm. He, dus je probeert te overtuigen. Dat is wat je moet proberen. En daar hoort ook bij dat je luistert naar de ander serieus. Ja. Een belangrijk element daarin, dat ervaar ik zelf ook uit de praktijk, is ook hoe je omgaat met dingen die niet lukken. Eigenlijk omgaan met falen. Ja. Zijn daar ook nog lessen uit te leren? Nou, mijn eigen ervaring is dat op het moment dat je een fout maakt en je legt dat uit, je verantwoordt je daarvoor. Mm-hmm. Dus je loopt niet weg voor het feit dat je een fout maakt. Yeah. Maar je laat precies zien hoe het gebeurd is. Ja, laat ook zien hoe je voorkomt dat de volgende keer gebeurt. Die zijn nog niet zo ver. Die mogelijkheden. Heb je. Mm-hmm. En ik denk dat de politiek een slechte naam heeft gekregen voor een deel, omdat men fouten zo moeilijk toegeeft. Ja. Mijn ervaring is, als je dat doet, dan begrijpen mensen dat. En dan accepteren ze dat veel eerder dan wanneer je eromheen draait of ervoor wegloopt. Ja. Nou is dat ook vooral, je ziet nu allerlei ideeën ontstaan. Net tijdens jouw betoog ook, gaat het al heel snel over wat goed is of fout of oud en nieuw. Zijn er nog zaken die jij kunt meegeven hoe we daarmee om moeten gaan? Want er zit best wel wat weerstand in onze samenleving richting het bestuur. Ja, nou ja, sterker nog, eigenlijk is het vertrouwen in de democratie redelijk intact gebleven. Mm-hmm. Maar het vertrouwen in politici en politieke partijen is drastisch gedaald. Ja. Dus het begint ermee dat je als volksvertegenwoordiger moet laten zien waarom je er bent. Ja. He, dus het idee van waarom doe ik dit? Dat overstijgt een beetje dat scherpe boze debat. En de boze burger waar we het al over hebben, die moet ook een beetje uit zijn rol van boze burger komen. Ja. Die moet ook uitgedaagd worden om een inbreng te hebben. Maar dan moet die inbreng ook zin hebben. Ja. En het hoofdprobleem in dit geval is, kunnen we ook zo met elkaar omgaan? Dat die buurt of dat die beroepsgroep serieus in het proces een rol krijgt. En ja. Dat betekent dat je als wethouder af en toe moet zeggen, ik ga er wel over, maar ik neem pas een besluit als ik serieus draagvlak heb voor wat ik aan het doen ben. En die bescheidenheid, die sobere rolopvatting, mm-hmm. die helpt. Ja. Want dat is eigenlijk ook je verhaal wat je zegt over franje en fundamenteel. Dus als je dat doet, doe het dan authentiek eigenlijk, ja. Hoor ik je dat ook mee zeggen. Echt. Ja, heel veel mensen zijn niet gek. Ja. Mensen hebben, ik vond vroeger altijd die bijeenkomsten over het bestemmingsplan waar mensen dan kwamen inspreken. Dat vond ik hele verdrietige bijeenkomsten. Ja. Want dan zitten mensen hun best te doen om zo'n bestemmingsplan te lezen. En uiteindelijk zeggen juristen van de gemeente, het plan hoeft niet aangepast te worden. Ja. En dan heb je dus eigenlijk al die energie voor niks besteed. Dus gemeenten moeten, met een dik woord noem ik dat, procesarchitectuur. Je moet van tevoren nadenken over de vraag, ga ik dit allemaal alleen beslissen? Gaan we dit in de gemeenteraad beslissen? Of hebben mensen ook nog wat te beslissen buiten die gemeenteraad? En die discussie over het proces, over de ruimte die de ander heeft, over de manier waarop je het tot besluitvorming komt, die herstelt vertrouwen. Dat mensen dus te horen krijgen, ik ga van tevoren met jou praten. En daarna doe ik ABFC. En je doet het ook. Mm-hmm. Dan zullen mensen denken, well, nou, dit is een serieus proces. Die weging zichtbaar maken. Ja. Van waar worstel je mee? Of andersom. Je kunt ook zeggen, ik ga wel met u praten. Maar ik neem zelf de beslissing. Ja. Ja. Dat mag ook. Ja. Maar wees wel open
over de rol die je toekent aan die participatie. Nou heb ik nog tot slot een vraag, want je hebt een drukke dag, zo'n dag als vandaag. Ja. Zeker als het gaat over democratie, ja. Want dan heb je een naam gemaakt. En dan ben ik wethouder in Houten. Ja. Uitgelegen kans om jou eens op de tip te vragen, maar heel gericht. Ik ben eigenlijk van mening dat ik graag door zou willen als wethouder. Nou, in het proces van kiezen, mensen kiezen geen wethouder. Dus mijn partij zal het politieke spel moeten spelen, daar ga ik ook aan meehelpen, want ik wil graag verder. Het is wel een andere boodschap, of je die nou vanuit een politieke kant hebt of als lokale bestuurder, denk ik dan. Maar we moeten straks wel weer een college gaan vormen. Je had een oproep eigenlijk van hoe dat te doen, een procesafspraak. Ja. Zou je daar wat over kunnen zeggen? Kijk, die partijen die gaan onderhandelen over een collegeprogramma, die hebben hun eigen verkiezingsprogramma voor hun neus. Die gaan per puntje proberen compromissen te sluiten. Mm-hmm. Ik zou zeggen, doe een stap terug en stel je de vraag, wat vinden we nou in Houten in dit geval onze grote probleem? Ja. Ga nou eens een kaart maken voor jezelf als partijen. Mm-hmm. Naar de toekomst kijken, waar worden we voor gesteld. Het kan zijn dat je dan grote meningsverschillen krijgt. Dat sommige partijen zeggen, ik vind armoede het allerbelangrijkste. Anderen zeggen, ach, onzin, het gaat om verkeer. Maar probeer een scherp beeld te krijgen van wat zijn voor de komende 4 jaar nou echt onze opgaven. Dus niet hoe schuiven we die programma's in elkaar, maar een serieuze onderzoek, een serieuze analyse naar wat zijn de grote problemen. En dan is de volgende vraag, gaan we die als politiek oplossen? Gaan we daar knopen over doorhakken? Mm-hmm. Of gaan we op sommige onderdelen processen organiseren waarbij we ons in gaan spannen om dat met de mensen te doen? Mm-hmm. En ik denk dat op het moment dat je dus zo'n procescollegeprogramma, waarin staat dit is het probleem, dit is de manier waarop we dat willen gaan oplossen. En we denken aan deze in deze richting, maar we nemen pas een besluit op het moment dat we een fatsoenlijk democratisch proces hebben georganiseerd. Ik denk dat zo'n proces-collegeprogramma veel meer mensen zal motiveren om ook mee te doen. Ja. Partijen hebben natuurlijk de neiging om hun risico's te verkleinen en willen dus op een heel klein speelveld deals sluiten. Ja. Maar mijn indruk is dat de burger voor dat type deals ook heel weinig respect meer heeft. Men gelooft het ook niet. En dus degenen die in de politiek actief zijn, moeten zelf laten zien dat ze op een andere manier willen besturen. Ja, dat komt goed uit qua timing. Want volgende week, ik ben onderdeel van een groep van 15 wethouders over de partijen heen. Ja. We gaan een brief aan onze toekomstige wethouders sturen vanuit onszelf. Ja. Waar we eigenlijk dit soort lessen proberen mee te geven. En ik vind eigenlijk jouw oproep ook is van laten we stoppen met praten, maar gaan we het doen. Hè. Begin bij die samenleving zelf. Dat spreekt me erg aan, dus ik wil je bedanken voor de inspiratie in ieder geval. Succes daar. Ik blijf je volgen, dus goed zo, dankjewel.